Danny Noppert, je straalt helemaal. Hoe gaaf is het om in eigen huis in Leeuwarden te spelen? Ja, super natuurlijk. Je bent zoveel weg van Heusen, Duitsland, veel weg. Ik moet zeggen dat Duitse supporters tegenwoordig ook wel veel mij aanmoedigen. Maar ik vond het echt speciaal. En ook nog wat de winst van 25 minuten weg van huis. Ja, speciaal. Speciaal, dat was bij het begin ook wel te merken. Want je begon heel stroef en daarna kwam je een beetje los. Is dat echt de druk? Ja, tuurlijk heb je een extra druk. En je wil jezelf altijd bewijzen. En ja, uiteindelijk, ik hoorde 96 gemiddeld. Wedstrijd winnen. Ja, prima, maar moet wel een tandje bij, maar ik vind het zo geweldig. En morgen meer publiek natuurlijk. En, Morgen meer publiek. Wat vind je er eigenlijk van dat je op de zaterdagmiddag speelt in eigen huis? Ja, het was wel. Ik dacht van ik zal op avond spelen, maar eigenlijk geeft het wel meer rust voor morgen. Heb ik vanavond lekker rustig aan en dan volle voorbereiding voor morgen. Dat is ook één ding wat zeker is. Stel ik speel de laatste wedstrijd van de avond. Dan is het wel een kort nachtje of wat dan ook. Dus eigenlijk is het in mijn voordeel, denk ik. Vooruitkijkend morgen, Gurney of Espinol. Nou, de speler zal niet heel veel uitmaken, maar hoe gaaf is het om weer voor je eigen publiek te spelen? Ja, super. Super. En het maakt niet uit tegen wie ik speel. Het zijn allemaal goede datas, stuk voor stuk. Dus ik moet altijd gewoon mijn beste spel laten zien. Danny, bedankt en succes morgen. Ja.